Deze moord is niet duidelijk een eervraak, in ieder geval geen typische. Voor zover bekend heeft de 20-jarige Baris geslachtsgemeenschap met de 14-jarige Filis. Sommige artikelen zeggen dat ze Turks is, andere Macedonisch. Op een dag rijden zij beiden, samen met Fatih G., 17 jaar, en Nicole, 13 jaar, naar een parkeerplaats voor wandelaars in de buurt van Hagen. Mogelijkerwijs gaat het over knuffelen voor tieners. Wat er nu gebeurt, is onduidelijk. Baris steekt Filis dood met dertig messteken. Dit kan mogelijk wijzen op een eervraakmoord. De slachtoffers van eremoorden worden meestal gebrutaliseerd. De wereld moet zien dat de dader zijn zin heeft gekregen. Omdat Nicole getuige was van de misdaad, wordt ook zij verondersteld te sterven. Fatis steekt haar dood. De twee jonge mannen laten haar achter op de parkeerplaats, in de veronderstelling dat ze dood is. Maar Nicole overleeft, ernstig gewond. En wordt gevonden door een automobilist. In maart 2005 wordt Baris door de regionale rechtbank van Hagen veroordeeld tot een jeugdstraf van 10 jaar en Fati tot 9 jaar gevangenisstraf. In de motivering van het vonnis staat een verwijzing naar een mogelijk motief van eer. Baris zou door zijn familie worden uitgehuwelijkt aan wie is onbekend. Maar niet aan het slachtoffer. De familie had een andere jonge vrouw gekozen. Mogelijk was het slachtoffer zwanger, of misschien had ze gedreigd zwanger te zijn. Of misschien maakten ze gewoon een grapje en speelden ze met de mogelijkheid van zwangerschap. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag.